zoals al aangekondigd en de hoofdrolspeelster van dit interview is zojuist ook gearriveerd. Zoals het voor een hoofdrolspeler betaamt, mooi van de trap af, maar dat hadden we allemaal niet zo in de gaten, want het was een beetje onder de lezing van professor Rodenburg. Davy, van harte welkom met je moeder samen. Ik heb het groot genoeg gehad om, voordat iemand anders daar iets van had gezien, om het interview wat jij hebt gehad met Chiquiet, Linde van de Heuvel, die vandaag ook helaas niet hier aanwezig is, wat je hebt opgenomen om dat alvast te mogen bekijken. En ik heb daarnaast de toch wel heel lastige opdracht gehad om uit dat interview die dingen te kiezen die we vandaag wilden laten zien. Want het was te lang om in zijn geheel te tonen. Eigenlijk zeg ik bij voorbaat bij dat eigenlijk een onterechte beslissing zou zijn. Maar want het is in zijn geheel een indrukwekkend document geworden wat mij betreft. Maar we hebben toch daar een selectie uitgemaakt. En ik stel voor dat we daar nu eerst naar gaan kijken. Wat was er met jou aan de hand? Ja, ik had een gezwel in mijn kaakholte. En ja. Hoe merkte je dat? Ik had een verstopte neus. En ja, aangezien ik was eigenlijk ben ik altijd een beetje verkouden geweest, zeg maar. Dus op een gegeven moment, ik merkte dat niet meer. Totdat mijn neus de hele tijd dicht zat en ik er niet meer van kon slapen. En ik had allerlei soorten sprays had ik geprobeerd, maar niks hielp. Dus ik dacht, dan ga ik naar de dokter toe, misschien heeft hij wel een goede spray. En toen dacht hij in eerste instantie dat het een poliep was. Maar dat bleek dus wat anders te zijn. Dus dat was het. En toen? Ja, en toen, hebben ze het weggehaald. Gelukkig. Het was radicaal verwijderd. En hoe werd dat duidelijk, dat het toen niet goed was? Ze hebben eerst een biopsie gedaan. Ze dachten natuurlijk dat het een polyp was. Maar dat was een zwolle, dat heb ik een zwolle laten doen. En daar heb ze dus een stukje uitgehaald en laten onderzoeken. En daaruit bleek dus dat het... Dat wat ze uit mijn neus hadden gehad, zeg maar, waarvan ze dachten het is een polyp, dat bleek een soort infectie, zeg maar. Maar de KNO-arts, die zag ook een gezwel in mijn gehemelte. Dus daar hebben ze ook een biopsie van genomen. En daarom bleek dus dat het niet goed was. En toen hadden ze me doorverwezen naar Groningen.